fijn om hier te staan bij een toekomstige realisatie van de meesterproef. Meesterproef is een traject dat wij bij het team Vlaams Bouwmeester, ik denk al 12 keer hebben georganiseerd. En de bedoeling is van de meesterproef om eigenlijk jonge architecten aan zet te krijgen. En jonge architecten voor het eerst een opdracht voor een publieke opdrachtgever te laten uitvoeren. Dat is enerzijds de bedoeling, anderzijds is het ook interessant dat wij opdrachtgevers de schroom doen wegnemen om met jonge architecten samen te werken. En we hebben die meesterproeven doen eerst een oproep aan opdrachten en we hebben daar een tiental uit geselecteerd. En er zijn dus 10 sociale woningbouwprojecten die we daarmee gaan realiseren. Dat is al de tweede keer dat we als thema sociale woningbouw nemen, omdat we vinden dat het heel goed is voor de nieuwe generatie van architecten om zich met betaalbaar wonen bezig te houden. Want ik vermoed dat dat nog een uitdaging zal worden waar ze de komende jaren nog vaak mee zullen geconfronteerd worden. Op deze plek, er zijn dus telkens 3 verschillende ontwerpers geselecteerd die samen in een mini-competitie hebben gehouden. We hebben een jury georganiseerd en daar telkens een laureaat uit gekozen. In dit geval ging de aandacht vooral naar de laureaat, omdat wij vonden dat ze op een heel evidente manier niet alleen met dat erfgoed omgingen qua architectuur en beeld, maar ook eigenlijk de manier van wonen in zo'n hoeve of dat wonen rond een erf op een heel interessante manier hebben geïnterpreteerd en daar eigenlijk een soort vernieuwende stap in hebben gezet. Maar we zullen dat dadelijk voor u toelichten. Wat wij ook traditioneel doen, is op keuze van de huisvestingsmaatschappijen kunnen zij het traject koppelen en een jonge kunstenaar instellen. Dat wordt dan mee door ons begeleid. En we zorgen dan voor, hier zijn er ook 3 kunstenaars geweest die een voorstel hebben gedaan. En daar is Clara Spiljaert als laureate uitgekozen. En die zal straks ook even toelichten wat een fantastisch werk dat hij voor deze plek heeft gemaakt. Ik hoop dat iedereen zijn schouders ermee onder zit om dit effectief te realiseren. Want pas als het uiteindelijk echt gebouwd is, dan heeft het het meeste impact. Dank u wel. Oké, ik denk dat we misschien willen starten met te zeggen dat wij ook van de overtuiging zijn dat duurzame sociale woningen ontwikkelen een van de grootste uitdagingen gaan zijn voor toekomstige architecten en nu ook al. En daarmee vonden we deze opdracht eigenlijk wel inspirerend, omdat we hier omgaan met erfgoed. En een plek die ons wel inspireerde eigenlijk qua architectuur, door al die generaties en lagen die eigenlijk al aanwezig zijn. Maar ook met de bewoners die er eigenlijk ook willen blijven wonen. En dat dat ook een extra uitdaging is, maar wel een grote meerwaarde kan betekenen ook voor deze plaats. En daarbij gaan we eigenlijk vooral voor 2 dingen heel veel inzetten. Ja, inderdaad, want de opdracht was eigenlijk om van 14 bestaande woningen naar 21 nieuwe woningen te gaan. Wat dat best ambitieus is, maar daar wat dat zeker ook wel mogelijk is. En waarin dat wij vooral inzetten op zo weinig mogelijk verharden. Dus je ziet dat de bestaande zitten enorm verhard is, weinig groen. En daardoor wilden we eigenlijk zoveel mogelijk ontharden, meer groen geven aan de bewoners. En tegelijkertijd bij het bestaande patrimonium dat dan weer zo kwalitatief mogelijk opnieuw inrichten. Dus naar nieuwe kwalitatieve compacte woningen gaan. Sociale woningen die ook volgens de normeringen weer helemaal in orde zijn. Ja. En ook heel concreet betekent dat misschien dat we sommige delen gaan slopen die we misschien minder waardevol vinden, of ook de winkel die ernaast wordt aangekocht, waarbij dat we eigenlijk kunnen de bewaarde volumes terug een eigenheid geven, maar ook wel 2 grote parken of groenruimtes kunnen creëren die niet zomaar een stuk groene vlakte zijn, maar eigenlijk geactiveerd kunnen worden. En we noemen dat dan collectieve winsten die we eigenlijk aan heel de buurt kunnen geven om dat ook dan te delen en ook wat een soort samenleving en samen wonen creëren eigenlijk hier. Ja, en dus heel concreet, hier achter ons bevindt zich nu de parking. Dat wordt eigenlijk de plek van het nieuwe woonerf waar we 7 nieuwbouwwoningen gaan voorzien, die dus allemaal, ja, zoals
ene beeld te zien is, die dus allemaal geschakeld zijn rond een collectieve groene ruimte, het woonerf, dat vrij is voor, of enkel toegankelijk is voor voetgangers. De auto wordt zoveel mogelijk geweerd van de site en wordt zoveel mogelijk langs de zijkanten van de site eigenlijk geblokkeerd, of daar worden de parkeerplaatsen voorzien. En dat woonerf voor ons was eigenlijk heel belangrijk om die collectieve woningen aan elkaar te schakelen en om die collectiviteit dat eigenlijk hier, of dat gemeenschapsgevoel dat eigenlijk al op de bestaande site aanwezig is, opnieuw vorm te geven en daar expliciet een plek voor te geven, zodat die bewoners nog altijd elkaar spontaan kunnen ontmoeten, sigaretje kunnen roken buiten. Allee, eigenlijk. We hebben de site ook wel gestructureerd door wat terug te grijpen naar functies die er vroeger aanwezig waren, zoals het dorpshuis die van voor zich bevindt, de oude schuur die ernaast ons staat. En daarbij voegen we eigenlijk een nieuwe schuur toe die daar gaat komen en als een spil gaat werken tussen het nieuwe park die zich daar bevindt en dan het nieuwe woongebied die hier gaat komen. En daarbij hebben we ook heel bewust gekozen om de woningen die in die nieuwe schuur komen van de grond te verheven en een soort maaiveld, een leeg maaiveld dat overdekt is te creëren, die dan kan gebruikt worden als een samenkomstplaats voor barbecuen, voor je fiets te herstellen. Want ook bij zoveel woningen creëren op eigenlijk een heel kleine plaats is het wel belangrijk om ook daarvoor ruimte in te zetten. En dat zal dan ook samenwerken met een collectief interieur dat we eigenlijk in dit deel van die oude schuur zouden graag integreren. Ja, en dan ook belangrijk voor de nieuwe woningen uiteindelijk was een beetje de gepaste architecturale beeldtaal vinden. Omdat de bestaande gebouwen van de city eigenlijk al zo charmant en zo een sprekende architectuurstijl hebben, was het eigenlijk belangrijk om ja, harmonieus die nieuwe bebouwing te laten samengaan met de bestaande bebouwing. Dus in die taal hebben we eigenlijk heel veel elementen overgenomen, heel veel charmante elementen overgenomen. De luikjes, het groen, de witgekalkte of de witgeverfde baksteen overgenomen, zodat daar een soort nieuwe herinterpretatie van kan ontstaan. Ja, dus om te concluderen is het misschien wel dat we het belangrijk vonden om een van die laatste dorpsgezichten in Halmaarden toch te verduurzamen en weer een nieuwe toekomst te geven. Dus dat is een beetje ons opzet van heel het. Ik ben kunstenaar gevestigd in het Gentse en ik ben heel blij en vereerd dat ik mijn project Plukladder, dat het geselecteerd is voor het project in Halmaarden. Ik vind voor zo'n project in openbare ruimte heel belangrijk om zodat het kunstwerk goed verweven zit met de omgeving. En met de omgeving versta ik de mensen die daar wonen, de natuur die daar is en de geschiedenis van de plek. Dus ik heb gekeken, ben vertrokken vanuit, we zitten hier in Pajottenland. Dus dat is een fruitstreek met lange traditie van fruitteelt. En dit gebouw was oorspronkelijk een vierkantshoeve. En bij zo'n hoeve hoorde vaak boomgaard bij. Dus zo kwam ik tot het idee om, ik wil iets doen met de fruitboom. Dat was heel duidelijk van begin. En dan dacht ik, hoe kan ik met fruitboom mensen samenbrengen als kunstwerk? En dan kwam ik het idee, een ladder. Dat is een symbool van oogst. En oogst doe je niet alleen maar met iedereen. Dus ik dacht, ik ga een werk maken dat deels, een deel is sculptuur in de vorm van ladder. De andere deel is een fruitboom. Appelboom, perenboom, notenboom, gaan we later samen beslissen welke boom het wordt. Dus het idee is dat we samen een kleine fruitboom aanplanten en daarnaast komt de laddersculptuur. Na enkele jaren zal die boom groot zijn, zodat ja, de ladder dat het duidelijk wordt dat het een fruitboom is om te plukken en dat het een plek is waar mensen jaarlijks kunnen samenkomen om de fruit te oogsten. En dit is een persoon, dus dat zal zo groot zijn. En voor een kleine detail van
de ladder wil ik elementen gebruiken van de gevel, zodat de herinnering van oude gebouwen nog verder leeft en gekoesterd wordt door de komende generaties ook. Dus ik heb gekeken. Er zijn vele ankers, muurankers in metaal, die ik heel mooi vind. Dus één idee is om een ladder volledig in zo'n gesmeden metaal te maken. En ik zou ook heel graag de bloemetjes, wat heel typisch is voor dit deze bouw, zeer huiselijke warme sfeer geeft. Die bloemetjes van Puttarellen wil ik graag integreren in die sculptuur, zodat dat ook zo verder leeft. En ja, ik vond het tot nu toe een heel fijn samenwerking met de architecten. Wij waren al tijdens de ideeënfase al in gesprek. Dat vond ik heel fijn dat de bouwmeester daarvoor zorgde. Ook tussen kunstenaars was er gesprek. En dat vond ik eerst heel bijzonder. Want wij zijn zogezegd tegenkandidaat, maar we waren altijd, we deelden onze ideeën. En ja, dat was een heel fijne wedstrijd. Ja. En ik ben heel blij dat ik het mag komen doen binnenkort. Ja. Goed, wij hebben deelgenomen hier aan de meesterproef sociaal wonen van de Vlaamse bouwmeester, omdat we hier op een site zitten met heel veel uitdagingen. Vooral in eerste instantie de woonkwaliteit. De woningen dateren van de tweede helft van de 19e eeuw. Zijn rond in de jaren 80 aangekocht en volledig gerenoveerd. Maar zijn eigenlijk opnieuw aan renovatie toe. We hebben wat kwaliteitsproblemen, wat vochtproblemen, stabiliteitsproblemen zoals u ziet. Maar anderzijds is de uitdaging ook, de gemeente wil graag ook de authenticiteit van deze site, de charme van deze site behouden. En ook de bewoners zouden hier ook heel graag blijven wonen. Dus de wijk wordt echt gemaakt door onze huurders, door de bewoners. En dat was toch wel een uitdaging. En vandaar dat we samen met de Vlaamse bouwmeester dan... eerst en vooral is het de bedoeling om... onze bedoeling was om een stukje te renoveren, maar ook om anderzijds ook op deze locatie, pal in het centrum van de gemeente, ook wat te kunnen verdichten. Gezien de gewijzigde visie op ruimtelijke ordening, is dat hier een unieke locatie. Met de uitbreiding van de wijk kunnen we dat hier perfect garanderen. En voor ons een hele belangrijke is ook, de bewoners kunnen herhuisvesten op de site. Vandaar dat we het project in verschillende fasen gaan realiseren. Om op die manier, want ooit toen we het gerenoveerd hebben, hebben de bewoners ook kunnen blijven wonen. Op die manier eigenlijk die sociale cohesie, die hier eigenlijk wel heel goed is, te kunnen bewaren. We hebben in Vlaanderen heel wat uitdagingen op het gebied van woonbeleid. En jullie hebben al verschillende keer verwezen naar sociale woningen. We hebben een tekort aan sociale woningen. Maar sowieso tegen 2050 hebben we over alle soorten woningen 400.000 wooneenheden extra nodig. Dus dat betekent dat waar we nu ongeveer 3,3 miljoen wooneenheden hebben in Vlaanderen, moet dat gaan naar 3,7 naar 3,8 miljoen. Ik denk dat je niet zo... je moet geen raketgeleerde zijn om te weten dat dat een gigantische uitdaging is. En niet alleen moeten we dat gaan realiseren de komende 20, 25 jaar. We moeten dat combineren met ook een paar andere uitdagingen die minstens even belangrijk zijn. Dat is eerst en vooral ruimtegebruik. Iedereen, er is een heel brede consensus. Ik denk dat jullie dat ook in Galmaarden hebben. Dat de open ruimte zoveel mogelijk moet gevrijwaard worden. We moeten dat doen met klimaatmaatregelen. Die woningen moeten voldoen aan de strengste klimaatzorgen. Tegen 2050 is de bedoeling dat we helemaal klimaatneutraal zijn. En iedereen wel weet dat daar ook nog een hele lange afstand af te leggen ligt. Ten derde, we willen ook dat iedereen een eigen woning heeft. Dus dat betekent dat ook de kostprijs binnen de perk moet blijven. En ga zo maar door. En al die uitdagingen, die moeten wij hier in Vlaanderen samen gaan combineren de komende 20 tot 25 jaar. Want ik ben ervan overtuigd dat we dat ook kunnen. Dat we daar ook gaan in slagen. En we hebben er de laatste jaren heel hard werk van gemaakt om te zorgen dat die sociale woningsector, dat die eigenlijk een beetje meer en meer de proeftuin wordt van waar dat we nieuwe, innovatieve bouwconcepten kunnen gaan uitproberen. En dat is ook waar dat jullie plan, jullie samenwerking deel van uitmaakt. We doen dat ook veel ruimer. Er zijn ook sociale huisvestingsprojecten waarbij dat er innovatieve projecten opstarten om heel snel te gaan renoveren. Woningrenovatie op 4 dagen tijd, stel je voor. Dat doen we op dit moment al. Het zijn nog testen en het is nog duur, maar dat wordt uitgerold. Ga zo maar door aan nieuwe concepten van modulair bouwen. Daar was ik deze morgen nog. Het legaliseren heet dat blijkbaar, waarbij dat we meer in blokken gaat werken en zo. De mogelijkheden zijn daar enorm.
En als overheid proberen wij dat zoveel mogelijk te ondersteunen om die uitdaging aan te kunnen. En de sociale woningsector is daar eigenlijk de ideale proeftuin op om daar binnen een paar projecten te gaan doen. Maar jullie rol is daar natuurlijk bijzonder belangrijk in. Ik denk dat die innovatie die we nodig hebben om die uitdagingen aan te kunnen, dat gaan we pas kunnen doen als jullie, de knappe koppen, daar ook effectief de ideeën voor ontwikkelen en zorgen dat die ook vermarkt kunnen worden, dat die ook kunnen uitgerold worden, upscalen heet dat dan in de toekomst, om te zorgen dat die inderdaad een antwoord bieden op de uitdagingen waar we zitten. Want het is het aantal woningen moet omhoog, de kwaliteit moet stap voor stap beter gaan tegen 2050, maar we hebben daar die innovatie keihard voor nodig. En jullie project past daar perfect in. En dat ben ik u nog vergeten vermelden natuurlijk, maar dat kan ik heel gemakkelijk toevoegen. Want ik ben ervan overtuigd dat een sociale woning is uw springplank voor de rest van uw leven. Je kunt, eigenlijk elke woning, niet alleen de sociale woningen, maar elke woning zorgt ervoor dat je vandaar kunt gaan studeren. Je kunt een relatie opbouwen, je kunt uw werk opbouwen, een vriendengroep, hobby, wat dan ook. Dat is uw omgeving waar alles begint. En die publieke ruimte heeft een heel groot effect op hoe wij de rest van ons leven gaan ontwikkelen. En daarvoor denk ik dat ook uw bijdrage als kunstenaar heel belangrijk is. Zeker met het idee, en het heeft meer met fruit te maken, maar die ladder, ik zie dat ook, en daar zullen andere meningen over zijn ook, maar we proberen ook met sociale woningbouw te zorgen dat mensen die ladder krijgen waar dat ze stap voor stap dat eigen leven kunnen uitbouwen. Dus het is misschien niet alleen een fruitladder, maar ook een beetje een sociale ladder. Waar dat mensen daar dan helpen om vooruit te geraken in het leven en stap voor stap proberen op te bouwen en in hun eigen woonbehoeften te gaan voorzien. Dus dankjewel voor de samenwerking aan de bouwmeester, de laureaten en u als kunstenares, gemeentebestuur en zo verder. Ik denk dat we hier één project zien van een veel groter geheel waarmee dat we al die uitdagingen in de toekomst proberen aan te gaan. Dankjewel. Willen we jullie ook allemaal bedanken voor die samenwerking. Dat jullie hier in Halmaarden willen investeren in sociale woningen, in de woonkwaliteit van onze mensen hier. Dat is voor ons belangrijk en ook belangrijk dat hier in het dorpscentrum dit behouden blijft, zoveel mogelijk. Ik heb de architecten dat horen zeggen, dat is echt top dat jullie dat zo willen aanpakken en geen moderne nieuwbouw zetten. Belangrijk naar de woonkwaliteit natuurlijk ook, dat die hier vrijwaardig wordt, maar daar reken ik op jullie know-how. Hè. En tof dat er ook veel kunstenaaressen. Een bepaald project aan verbonden ook met een zekere historie achter en zo. Dus ik zou zeggen, aan iedereen bedankt en ook aan Providentia om de samenwerking hier met de gemeente samen verder te zetten. Die liep al heel goed en ik denk dat die in de toekomst nog beter zal worden. Dank u wel allemaal.